De Manspassie-expositie van Galerie Egidou is gisteravond in de lobby van de SMS-pier van start gegaan. De houten sculpturen van kunstenaar Johan Pinas zijn de hoofdattractie. Ook Suki Irodikromo en Leo Wongloisin doen mee aan de tentoonstelling van Egidou. Voor het kunsthuis en de kunstenaars geldt het predicaat niet bij de pakken neerzitten, maar aanpakken, zegt Carla Tuinvoort van Galerie Egidou. Aan de expositie hebben ook deelgenomen nieuwe kunstenaars als Arusio Hilversum, Nuhomia Lemmers en Overdo Berghout. Zij brengen samen met de oude kunstenaars in het vak een mix van verschillende stijlen in de Surinaamse kunst. Want het leven is nou eenmaal een combinatie van oud en jong en van nieuw en oud. En bij Egidou zie je dat ook zo. We hebben ook altijd gemengde expositie, omdat Suriname als cultuur een moxipatu is. En we willen de sfeer in de galerie ook zo hebben. Het moet lijken op de heilige weg op een drukke ochtend. Als je in de galerie stapt, moet je het gevoel hebben van, weet je, Aiboy, dat is Surinaam. Je weet toch alles door elkaar. En het is vreedzaam en het is harmonieus. En we moeten ook heel erg bedanken Alma Kubeer. Ze heeft erg veel geholpen dat het een mooie expositie is geworden. Er is ook een zekere meneer Bassaron die ons geholpen heeft met de vracht en zo. En zo zijn er mensen die altijd samenwerken om mooie exposities te maken in het land. Want dat mogen we dus wel een voorbeeld nemen aan de kunstenaars in Suriname. Ze werken altijd door, crisis of geen crisis. En dat is het beste wat een mens kan doen. Aldus Carla Tuinvoort, directeur van Galerie Egidou. We spraken haar gisteravond bij de opening van de Manspassie-expositie in de lobby van de SMS-pier. De expositie is dagelijks toegankelijk en wel tot en met 8 juli.